Ja, Johan Danen van Groen is komen aanschuiven. Dag meneer Danen. Ja, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, VITO, onderzoekt of de warmte diep in de grond in de Kempen kan omgezet worden in duurzame energie. Blijkbaar minder dan aanvankelijk gehoopt. De ambities lijken wat teruggeschroefd. Aanvankelijk zouden er 2000 woningen, scholen, bedrijven worden aangesloten op dat warmtenet. Het zal flink wat minder zijn, hè? En u vraagt nu aan de minister, ja, wat gaat u nu doen? Ik vond daar een beetje een merkwaardige vraag van, wat kan de minister doen? Ja, dit wordt onderzocht en het onderzoeksresultaat is wat het is natuurlijk. Ja, eigenlijk heb ik gevraagd naar de voorwaarden die nodig zijn om het project verder te zetten. En hij heeft gezegd van, kijk, we gaan nu dat gewoon verder zetten. We gaan kijken hoe we het kunnen oplossen. En het is VITO die het moet doen. Maar wat ik misschien wil zeggen is dat VITO heeft aangegeven dat ze de doelstellingen wel degelijk wil halen. Dus ze willen wel degelijk die 2000 woningen verwarmen. Ze willen degelijk dat zwembad blijven verwarmen. Dus ik denk dat de doelstellingen op zich blijven staan. Maar de vraag is natuurlijk, ja, hoe komt het dat het is misgelopen en hoe kunnen we dat remediëren? Maar vooral, het is belangrijk... Ja, u zegt het, hè? Waarom is het fout gelopen? Ja. Dat is nu net het onderzoek natuurlijk. Ja, maar ik vind het heel belangrijk omdat we willen in Vlaanderen inzetten op zon, wind en warmte. Rond zon en wind kunnen we ons iets voorstellen, warmte iets minder. Nu, de berichten rond de geothermie en de Kempen, die waren in het begin bijna euforisch. Men sprak van 80 tot 100 boorputten. Men sprak van een groot stuk van Antwerpen en Limburg. Ja, het leek alsof het allemaal vanzelf zou gaan. En als dan komt er een onderzoek voilà, en blijkt minder te zijn. Ja, dus mijn oproep is eigenlijk, en ik ben blij dat ik de vraag gesteld heb, dat we eigenlijk betere communicatie nodig hebben. We gaan ook... Maar vooral niet meer stoppen. Niet meer stoppen, nee. Nee. Want goed, als we nu verder onderzoeken en het blijkt dan toch niet de verhoopte ambities te kunnen realiseren, dan is dat maar het resultaat. Vraag is alleen, hoe lang ga je nog onderzoeken en hoeveel geld ga je er tegenaan gooien? Ja, dat is een keuze die de regering moet maken natuurlijk. Hè. Maar ik denk dat het nu te vroeg is om te stoppen. Maar omdat inderdaad internationaal is gebleken dat 1 op 3 van de putten misloopt of op een droge put... Of 2 op 3 zelfs. Het wordt heel technisch nu, maar laat ons zeggen, er worden 3 keer een proefboring gedaan en slechts 1 boring levert resultaat. Voilà. Waarbij je kan zeggen, dit levert warmte op. En dat is hier net het geval. En dus men gaat dus op die boring die mis is gelopen, gaan we proberen te remediëren om het alsnog goed te laten lopen. Dus ik wacht vol verwachting af. En we gaan sowieso VITO aan een aantal experten naar het parlement vragen, naar de commissie, om daarover ten gronde te discussiëren, want dat is nog niet eigenlijk ten volle gebeurd. U begon over die communicatie. Ja, die kan dan misschien toch wel beter, want proefboring gaan gepaard met trillingen. U zei in uw tussenkomst seismologische activiteit. Ik kan me voorstellen als mensen dat horen, dat ze denken aan aardbevingen en dat allemaal niet zo geruststellend is natuurlijk. Ja, het is niet voor het eerst dat ik dat vraag. Ik heb het al jaren geleden gevraagd. Toen was er helemaal niets aan de hand. Nu blijken ze wel hebben plaatsgevonden. Kleine aardbevingen. Ja, we moeten duidelijk zeggen tegen de mensen wat er aan de hand is. Dit is ook niet iets totaal onverwacht, dus men hield er rekening mee. Maar het lijkt wel alsof dit nu ineens eraan komt dat men er geen rekening mee had gehouden. Maar dat is wel het geval. Dus men moet beter communiceren, want draagvlak is zoals vertrouwen. Ja, dat komt te voet, maar het gaat te paard. Als er nu iets groots zou mislopen, wat ik voor alle duidelijkheid niet hoop, hè, ja, dan kan je het project bijna opbergen, want dan gaan de mensen het gewoon niet meer vertrouwen. Dus je moet de mensen goed informeren. En ik pleit er ook voor om zo'n groepje of een groep van locals te maken. Dat zie je wel vaker bij onderzoeksprojecten die de omgeving omvatten of bevatten. We willen zeggen kritische mensen van de buurt die in een soort werkgroep worden gestoken en die informatie uit de eerste hand krijgen wat er aan de hand is, zonder iets in de handen of te zakken, gewoon zeggen waar het maar op staat. U zegt nu wel van, ik hoop dat er niks groters gebeurt. Maar goed, uitsluiten kunnen we dat misschien niet, maar tegelijkertijd zegt u ook, onderzoek maar verder. Ja, je zal er maar in de buurt wonen natuurlijk. Ja, maar voor alle duidelijkheid, ik denk, het eerste slachtoffer, als er iets zou gebeuren, is het VITO zelf. Dus ik neem echt wel aan dat men geen risico's gaat nemen die onverantwoord zijn. Dus dat men alles onder controle heeft. Maar ook, ik pleit voor een onafhankelijk regulator, onafhankelijke controle, net zoals de burgemeester ook heeft voor gepleit. Dus ik denk dat er op zich niet veel aan de hand is. Nee. Maar we moeten gewoon leren uit hetgeen wat gebeurd is. Hè, want men heeft maar vooral niet stoppen, want u heeft ook gehamerd op die doelstellingen hernieuwbare energie. En dit kan ertoe bijdragen dan. Ja, inderdaad, dat is het geval, ja. Toch nog één vraagje, heel kort. Uw partij pleit dus voor een omslag naar die groene economie. Ja. Uit dit dossier blijkt dat het verschil tussen praktijk en theorie soms wel gigantisch groot is, hè? Ja, maar wij zeggen ook, we moeten echt investeren in innovatie. Dit is nu een heel innovatief project. Als dit lukt,
En dat kan nog lukken voor alle duidelijkheid. Gaan we het lukt, dan gaan we echt duizenden woningen, zwembaden en dergelijke kunnen verwarmen met aardwarmte. En dan zegt iedereen, fantastisch, goed gedaan. Ja, als het mislukt wat ook zou kunnen, ja, dan is het jammer van het geld natuurlijk. Maar dat is nu eigen aan onderzoek. Meestal lukt het, soms mislukt het. Als je het op voorhand weet, moet je geen onderzoek doen natuurlijk. Kijk, de scholieren die morgen gaan betogen misschien, die zullen het graag horen. Bedankt voor dit interview. Blijf bij ons, beste kijker. We gaan het ook nog hebben over de onderwijsassistenten. Zometeen komt Jodero van Open VLD. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.